Welkom, vandaag maken we een heel groot dorp, dus ik ga je in vogelvlucht meenemen. Eigenlijk gaan we vanaf hier helemaal tot het einde van de tafel gaan we maken, inclusief een viaduct met een tram. Heel leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Martin en namens Tuincentrum Aralia en Wispel Village bouw ik kerstdorpen op dit YouTube kanaal. En vandaag gaan we weer zo'n kerstdorp bouwen. Best wel een groot stuk gaan we maken met elkaar. Dus ik neem je in vogelvlucht mee. Uiteindelijk beginnen we aan die kant. We beginnen met gewoon een simpele basis van piepschuim. En eindigen we hier bij de tram over het viaduct. Zoals altijd beginnen we met een onderlaag van piepschuim en je ziet al wat een gigantisch dorp we gaan bouwen hier. Vervolgens gaan we verschillende lagen piepschuim op elkaar stapelen om diepgang te geven aan ons dorp. Met ct-prikkers bevestigen we die aan elkaar, zorgen we dat ze dus niet kunnen bewegen. Nou, en dan is het tijd om uit te gaan zoeken welke huisjes willen we nu precies en wat wordt globaal de indeling van ons dorp. We hebben hier zelf een brug gemaakt van ijsstokjes. En nu gaan we daar nog eens even mee verder. Dit zijn eigenlijk roerstaafjes. En hiervan gaan we een picknicktafel maken. Dus als er iets is in je dorp wat je misschien mist, bedenk dan ook, hé, misschien kan ik het zelf wel in elkaar knutselen. Dat is superleuk om het net wat persoonlijker te maken. Je eigen kerstdorp. Nou, hier zie je dus de picknicktafels die in gebruik zijn genomen. Het hekje is ook gemaakt van roerstaafjes. De ondergrond hier is behang. En hebben we geverfd. En vervolgens hebben we hier onze rivier verder gemaakt met steentjes. En steken we mos tussen de huisjes om nog duidelijker onze weg vorm te geven. Zoals je ziet zijn we al behoorlijk ver met dit stuk en zijn we bezig met de aankleding, dus figuurtjes, boompjes. En vervolgens gaan we een stukje verder en daar gaan we aan de slag eerst nog met straatlantaarns. Dus je ziet, we werken in dit geval van achter naar voren en ook van links naar rechts het dorp af. We lijmen de bedrading vast, zodat we vervolgens met grind alles mooier weg kunnen werken. Je kan het ook vastzetten met prikkers, maar die bedrading heeft de neiging om een beetje op te krullen, dus je wilt het graag vastzetten. We gebruiken bruine spuitverf om de witte ondergrond een beetje beter aan te laten sluiten bij de bruine weg. Plaatsensystemen kunnen goed gebruikt worden voor een stoep, maar je kan er ook een trappetje mee maken. En je kan dan ook nog eens wat creatiever zijn door de driehoeken en de ronde vormen juist te gebruiken. Hier hebben we een soort kleine kermis en daar brengen we extra verlichting aan door een lichtsnoer op ct-prikkers aan te brengen. Aan deze kant leggen we gras en de straten, daar gaan we juist nog met een extra laag verf overheen. Dat doen we juist rommelig om het minder strak te laten lijken. Dan is het tijd om langs de straat lantaarns aan te brengen. Die zetten we weer vast. Thuis hoef je dit niet per se te doen, maar bij ons in de winkel moet alles vast. Met piepschuim bouwen we een viaduct waar het water onderdoor kan en de tram overheen. De tramspoor zetten we vast met krammetjes. En vervolgens sluiten we de tram aan. Wij doen dit met een systeem waarbij de batterij op draad is. Maar thuis is het natuurlijk slim om dat niet te doen en gewone batterijen te gebruiken. Wij doen het zodat we niet te vaak op de tafel moeten klimmen om de batterijen te verwisselen. Voor verfroerstokjes maak ik het viaduct. En vervolgens aan de zijkant plakken we steentjes vast.
om het rivier te laten lijken. Nu gaan we de adapter aansluiten. Die zetten we vast in het piepschuim. Hier maken we randjes van de Lemax brickmatten. En we gebruiken hekjes om het nog meer een trambaan te laten lijken die natuurlijk afgezet is. Nu is het tijd voor de aankleding, dus bankjes, figuurtjes. En vervolgens grind om de paadjes af te maken. Bij de afwerking is het interessant om te variëren met de materialen die je gebruikt. Dus ik gebruik verschillende hekjes, verschillende ondergronden, dus bijvoorbeeld papier als ondergrond, maar ook grind. En sommige huisjes geef ik het idee dat ze een voortuin hebben en andere hebben juist een terras waar mensen zitten te eten. Dus speel hier een beetje mee en dat maakt het een realistischere stad. Hier zie je het watergoed, hier hebben we speciale matten voor gebruikt. En we hebben natuurlijk een leuk bootje. En dan gaan we nu kijken naar het eindresultaat. Het station van de tram. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Alle producten die we hebben gebruikt kan je hier vinden op wispelvillage.nl. En natuurlijk kan je langskomen hier in tuincentrum Aralia. Vergeet niet om even te laten weten wat je van deze video vond. Misschien een duimpje omhoog. Abonneer op ons YouTube kanaal. En als je dat doet, vergeet het belletje niet. Want dan krijg je een melding wanneer wij weer een nieuwe video maken. Speciaal voor jou. En hoop ik je te zien bij de volgende.